kijkt. Het is vandaag woensdag en ik heb vandaag een première van de film Finding Dory. En daar ga ik zo meteen heen met Jefferson en Shalissa. En ik heb er super veel zin in. Ik ben net naar school geweest. Het is nu 11:45. En over een uur, precies een uur, word ik gehaald. Dus ik ga me nu super snel omkleden. Ik heb het echt heel warm. En ik hijg, want ik heb het vet snel gehaast. Dus we gaan aan de bak. Bij een première hoort een mooie jurk. En dit is de jurk die ik aan ga doen. Met gewoon deze slippers. Precies een half uur erover gedaan. Nu nog even af laten koelen en dan zo meteen ga ik het doorborstelen of met mijn vingers kruin. Ik weet het niet. Zo, dit is de look. Haar gekruld. En een lange jurk aan. Oké, we zijn onderweg. En nu is Marco mee. Ik heb mijn vader weer ingewisseld. Hallo. Nou, we zijn aangekomen en hier is Jelis. We zijn allemaal lekker blauw. Superleuk. En nou, Jeff komt er zo aan, maar die komt iets later. Dus we gaan nu de loper op. Oh, daar hebben we zomaar. Oh, gezellig. Nee, nou, hey, we gaan een shirt aan. Dat kan echt niet. Nee, blauw. Jongens, het thema is blauw. Wat is er nou? Oké. En mentos. Dit zijn echt van die dingen die ik vroeger altijd meenam op schoolreisje. Ja, dit. We zitten nu bij Sarah, bij Ridder. Ja, ja, we zijn er bij een toekomst. Ja, maar hij reageerde gewoon niet. Had je gewoon geskipt? En hier Jeff. Nee, hij keek zo maar. Thijs Overbelt is onze kleine Nemo. Kom maar naar voren. Ik zei net al dat het 13 jaar geleden is. Dus je kunt je voorstellen dat Thijs 13 jaar geleden niet onze Nemo was. Want daar is toch wel het een en ander in veranderd. Dan wil ik graag Hans Drijver. Hij is onze Marlin, de vader van Nemo. Dan hebben we een nieuweling binnen de Disney film voicecast Loek. En dat is Loek Peters. En Loek speelt niemand minder dan Henk. Henk! Iemand die wel vaker met ons gewerkt heeft, is Richard Groenendijk. En hij vertolkt hier de rol van Rudder. Ja, dat dacht ik ook even. En dan, de laatste van de cast die ik jullie wil voorstellen. Zeker niet tenminste, het is iemand die al vaker voor ons gewerkt heeft. Sterker nog, 13 jaar geleden heeft zij ook voor ons gewerkt. Het is namelijk Aniek Boer, onze Dory.
excursie leer je iets over roggenmigratie. Roggenmigratie. Deze roggen trekken nu terug naar huis. Naar huis. Naar hun geboortegrond. Hoe weten die roggen eigenlijk de weg? Instinct. Een gevoel diep van binnen. Zo sterk dat je er wel naar moet luisteren. Oh, mijn moeder, mijn vader. Ik heb familie. We zullen je nooit vergeten, Dory. Maar als ik jullie dan vergeet... Ik mis ze verschrikkelijk. Weet jij hoe dat voelt? Ja. Kom, dan gaan we ze zoeken. And the things are gonna take you home. Gek, hè? Nee, ik ben zo ziek als een hond. Kun jij me helpen? Wow. Sorry, ik ben niet zo'n goede zwemmer. Je zwemt juist geweldig. Dank je. Graag gedaan. Wacht, Dory? Ja. Dory? Ja. Wij waren vriendinnen. Nee. Het was zo leuk. Dan vertelde ik je een verhaal en dan vergat jij dat meteen weer. En dan moest ik het steeds opnieuw vertellen. Ik ben op zoek naar mijn familie. Ben je gek? Dat is veel te gevaarlijk. Handen! Handen? Mami? Dat is echt mijn moeder niet! Oh, sorry. Even knipperen. Hoe houden jullie je ogen zo lang open? Hé, wat gebeurt er? Hallo? Hallo? Hey daar. Hoi, kun je me helpen? Ah! Mm-mm, niet goed. Nee, echt, het is een hele mooie film. En ik zou zeker aan het kijken, want ik vind hem very cute. Ja, zeker weten. Hoe vind jij ervan, Jeff? Holy Chichi. Chichi, Rabetti, ik vond het echt heel leuk. Ja, maar ik ben al snel wit, hè? Dus... Ja, dat heb ik ook. Ik ben wel snel witje. Maar dan met blond haar. En het was weer licht. En het was weer licht, eigenlijk. Nou, ik vond het echt een super mooi film. En de onders waren erg leuk. Oh, die vond ik zo leuk. Vond je het leuk, Chalice? Wel, maar gewoon even. Ja, dat is leuk. Mogen we jou wat vragen? Mogen we een beetje praten? Maar ik heb eerst nog een vraag. Welke stem heb je ook weer ingesproken? Van Carl, ja, een van de twee chauffeurs in de vrachtwagen. Die heb ik gillen eigenlijk vooral. Dit is echt heel moeilijk. Twee camera's. Nee, het is echt een heel klein stukje, maar het was heel leuk natuurlijk. Ah, super tof. Nee. Ja. Vond je het een leuk film? Ja, tuurlijk. Zoek Henk. Ik zeg niks. Hier is Henk. Dat moet je niet zeggen. Hier is Henk, kom te helpen. Het is een septopus. Just so you know. Nee, ja, oh ja. Film kijken. We staan op de blauwe loper. Oeh. Ik loop deze al. Een goodie bag, superleuk. Nu gaan we weer richting huis. Oh, het is lekker warm. Nou, dit was dan de vlog. Ik vond het superleuk, ik heb echt genoten. En ik hoop dat ik jullie weer snel zie. Doei!